Goedendag, mijn naam is Aart. In deze video is wortel 1 min cos x plus wortel 1 plus cos x 2 keer sinus pi 4 plus x alpha is 2. Om de oorlog te gaan kwadrateren, dan kunnen we de wortels wegkrijgen. Ja? Dus we gaan kwadrateren. Eerst hier, wortel van een kwadraat wordt gewoon het getal 1 min cos alpha plus 1 plus cos alpha. Merkwaardig product betekent 2 keer het product van de twee termen. Wortel 1 min cos alpha maar 1 plus cos alpha. Ja? Dan merk je, in de bovenste term valt de cos alpha weg, hou je over 2. Krijg je plus 2 keer. Dit is de wortel 1 min cos alpha, met qua product. Dit is sinus alpha. Dat is 2 plus 2 sinus alpha. Dus links krijgen we 2 plus 2 sinus alpha. Nu gaan we de buitenkant berekenen. We gaan eerst berekenen sinus van pi letter 4 plus alpha letter 2. Dat is een som van een hoek. De somformule staat hier geschreven. Wordt de sinus pi op 4, maar cosinus alpha letter 2, plus cosinus pi op 4, krijg je er sinus van alpha plus 2. Nu, sinus pi op 4 en cosinus pi op 4 zijn beide dezelfde waarde, wortel 2 letter 2, krijg je wortel 2 letter 2, cosinus alpha letter 2, plus sinus alpha letter 2. Nu, we moeten die formule gaan kwadrateren. Ja? Een 2 voorschrijven, dat wordt dus 4, en dan kwadrateren, wortel 2 letter 2, maar cosinus alpha letter 2, plus sinus alpha letter 2 in kwadraat. We moeten die gaan kwadrateren. Nu, hier heb je 4, wortel 2, gedeeld 2 wordt 2 vierde, wordt dus 1 tweede. Hier krijg je opnieuw een merkwaardig product. Dat is cosinus kwadraat alpha letter 2 plus sinus kwadraat alpha letter 2 plus 2 keer cosinus alpha letter 2 sinus alpha letter 2. Nu, dit wordt 2, hier krijg je, dit wordt 1, en hier krijg je een verdubbelingsformule, namelijk 2 keer sinus alpha. Cosinus alpha is sinus 2 alpha, dit wordt dus sinus van alpha. Ja? De 2 is te veel, zorg ervoor, dus plus sinus alpha. Ja, foutje van mij, dus die 2 wordt sinus alpha. En je krijgt inderdaad dat dit hier, dit is ook 2, plus 2 sinus alpha, die 2 kansen zijn gelijk. Dank voor de aangevonden een keer, bye bye. Met veel plezier, video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij geld. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam Aartswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.